afgelopen half jaar hebben we met z'n allen behoorlijk onder druk gestaan. COVID heeft ons tot het uiterste gechallenged. En eigenlijk is het nu nog niet voorbij. We zijn ons aan het voorbereiden op een mogelijke nieuwe COVID-piek. En daarbij is het belangrijk dat de reguliere zorg niet wordt afgeschaald. Een deel van ons is bovendien al maandenlang aan het thuiswerken. Dus hoe gaan we nou met elkaar het nieuwe normaal inrichten? In het programma Hart voor Erasmus besteden we in een drieluik vandaag aandacht aan zorg voor je thuisfront. Ja, mijn thuisfront die kwam thuis te zitten. Mijn vriend die kon niet naar zijn werk, dus die zat thuis. En dat frustreerde hem tot en met. En ik ging gewoon naar mijn werk. Dus eigenlijk merkte ik onbewust, ik ging ervan uit, nou, die doet de boodschappen wel even. Die regelt dat de hond is uitgelaten, die doet de was. Nou ja, dat zorgde wel voor wat frictie, kan ik je vertellen, in het begin. Ja, weet je, ook hiervoor geldt, ja, wat leuk is in een relatie om te doen, is in ieder geval die momenten samen blijven opzoeken. En dat heeft me nu ook weer geholpen. Ja, je kunt niet uit eten, je kunt niet naar de bioscoop, maar een wandeling buiten, dat doet het ook goed. Dus ja, het heeft even flink gebotst, maar daarna is het eigenlijk weer de goede kant op gegaan, gelukkig. Ik heb ook gevraagd thuis aan mijn man en kinderen wat ze ervan vonden. Of ze dat eng vonden dat ik op de afdeling ging werken waar veel patiënten lagen die besmet waren met het virus. Eigenlijk waren mijn kinderen en mijn man daar wel heel relaxed onder. Die zeiden van, ja, maar je bent toch goed beschermd. En die hadden eigenlijk wel heel groot vertrouwen in het feit dat dat we eigenlijk met maskers en schorten aanwerkten. Maar er is wel voor mezelf, ik vond het wel spannend om vooral niet zozeer dat ik ziek zou worden of de kinderen of mijn man, maar wel bijvoorbeeld opa. Dus we hebben ook echt geen contact gehad met andere familieleden. En dat heb ik ook wel doorgezet tot ruim 2 weken nadat ik weer mijn reguliere baan heb opgepakt. De afgelopen periode in de coronacrisis heeft ook best wat gedaan met mijn thuisfront. Ik heb zelf 2 kleine kinderen, 1 van 7 en 1 van 5. 2 meiden. En nou goed, het begon sowieso met we gaan niet meer naar school en ik moet ze thuis les gaan geven. En dat combineren met mijn eigen werk, thuis proberen te werken en 2 kinderen die rondlopen. En ja, ook wel proberen om alles goed te doen, dus je werk goed te doen, je kinderen goed les te geven thuis. Klaarstaan voor mijn moeder bijvoorbeeld, die wat ouder is. Ja, en ook gewoon voor collega's die het soms best lastig hebben omdat ze hier in het ziekenhuis aan het werk waren. Steun, ja, het is ook een dooddoener, maar blijven praten met elkaar. Dus, maar beide, hè? Dus het is niet alleen van, oh, jij werkt in het ziekenhuis, jij maakt allemaal dingen mee. Thuis, ja, lopen mensen ook tegen allerlei dingen aan, dan is het misschien iets minder spannend. Maar juist dat is natuurlijk net zo lastig. Dus ja, goed met elkaar praten, ik denk dat toch wel de gouden tip blijft. Mijn naam is Margot van Mol. Ik heb een achtergrond als IC-verpleegkundige. Daarnaast ben ik psycholoog en op dit moment als onderzoeker verbonden aan de intensive care. Binnen het kernteam Vitaliteit Hart voor Erasmus houd ik me nu ook bezig met onderzoek naar de behoeften van medewerkers van het Erasmus MC. Margot, wat is er zo belangrijk aan sociale steun van en voor het thuisfront? Ja, sociale steun, dat is echt een hele belangrijke energiebron. Eigenlijk voor de meeste mensen is dat zo. En dat zie je ook terug in allerlei theoretische modellen die kijken naar werkgerelateerde stress en naar wanneer heb je nou werkplezier en wanneer vind je het fijn om te kunnen werken. Wat geeft jou dus die energie? En dan is die sociale steun is een van de belangrijkste energiepijlers. En dat kan zijn van jouw collega's, hè, het directe team waar je in werkt. Het kan zijn van je leidinggevende. Maar eigenlijk als je goed kijkt, dan gaat het vooral ook om die naaste, die kring die jij om je heen hebt. En dat zie je ook terug in de multidisciplinaire richtlijn van psychosociale zorg bij rampen en crisis. Dus hebben ze gekeken wat is dan het meest belangrijke. En die eerste kring om jou heen, als het gaat om het verwerken van schokkende gebeurtenissen of dingen die veel impact op jou hebben, dat zijn juist precies jouw kerngezin, jouw familie, jouw vrienden, dus dat thuisfront. Dus daarom is het heel belangrijk om daar de connectie te houden met jouw thuisfront. En zelfs heb ik ook een van mijn collega's een keer over de vloer gehad op vrijdagavond om gewoon samen te eten en een beetje elkaar bij te praten. Raar is om je moeder niet te knuffelen en helaas is er ook wat gebeurd in de familie, dat je elkaar niet kan vasthouden.
Dus ja, dan is dat wel een beetje heel moeilijk. En dat heeft best wel een impact. Vanuit mijn thuisfront vond ik het heel belangrijk dat, ja, dat ze voor me klaar stonden. Al was het misschien niet fysiek, dus face-to-face. Maar ja, dat we af en toe toch even konden praten over alles wat er gebeurt om ons heen. Het was soms wel lastig om jezelf eigenlijk te verdelen in een juffrouw en een dochter en een werkende moeder of een werknemer van het Erasmus MC. Dus het was wel belangrijk dat nou, mijn partner dat die vanuit zijn werkgever ook wel weer de mogelijkheden kreeg om af en toe vrij te nemen of thuis te werken. Dat we samen eigenlijk de klus konden klaren en periode konden overbruggen. De impact op het thuisfront is eigenlijk wat ik van iedereen terughoor. Het is ingewikkeld om thuis te werken. Voor mij was dat de eerste 3 weken van dat Nederland op slot ging, zeg maar. Dat ik wel ging werken, omdat ik juist op de IC weer ging werken. Maar dat was. Ik heb vooral uitgelegd wat ik daar ging doen. En dat voor mij ook een verrassing is hoe dat voor mij ging werken. Dus ik heb ze een beetje voorbereid op. Maar mijn kinderen die waren ook thuis. Dus de een zat in een examenjaar en moest studeren thuis. En de ander die zat in HAVO 4, dus het jaar voor het examenjaar. En dat bracht natuurlijk ook spanningen met zich mee in die zin dat iedereen een plekje thuis nodig heeft om te kunnen studeren, te kunnen ontspannen, niet af te mogen spreken met vrienden. En daar hebben we wel heel veel over gesproken. En uiteindelijk zei mijn oudste dochter bijvoorbeeld van mam, ik vind het eigenlijk wel ook wel weer een relaxte periode, want we zijn heel erg gezellig met de familie bij elkaar. Wat is er zo belangrijk aan zorg voor je thuisfront? Ja, het thuisfront is heel erg belangrijk om daar verbinding mee te houden. Het thuisfront is echt voor jou de veilige basis om op terug te kunnen vallen. En dat kan voor de een hecht kerngezin zijn en voor de ander is dat een losse groep aan vrienden. Maar het is juist zo belangrijk in deze tijd van crisis om die sociale verbinding, om die connectie die je met elkaar hebt, om dat goed te houden. Het is belangrijk om juist inderdaad ook aandacht te hebben voor dat thuisfront. Dat geldt voor jou, voor jezelf, maar het geldt ook voor die ander. Het kan zijn dat jij angst hebt dat je, omdat je met COVID-19 besmette patiënten werkt, dat je dat overbrengt op je thuisfront. Maar het kan ook zijn dat jouw partner heel erg veel zorgen maakt en dat hij natuurlijk waardeert dat jij in de zorg werkt, maar eigenlijk ook diep van binnen denkt van nou, ik heb eigenlijk helemaal liever niet dat je naar je werk gaat, omdat ik bang ben dat je COVID mee naar huis neemt. Het kan ook zijn dat je samen best onzeker bent of dat je vakantie door kan gaan. Je hebt er lang naar uitgekeken en juist omdat je zo hard gewerkt hebt, is het zo belangrijk dat je ook samen je rust kan nemen. En misschien gaat dat wel niet door, omdat het nu niet naar een vakantieland kan zijn waar jij graag naartoe wil. En dat is belangrijk om daar met elkaar over te hebben en te spreken. En ventileer wat jou bezighoudt. Wat zijn jouw angsten? Maar ook, wat zijn de leuke dingen die je meemaakt? Misschien heb je ook wel hoogtepunten of heb je belangrijke dingen meegemaakt op je werk of juist in je thuis. En dat is belangrijk om daar met elkaar die connectie in te houden. En voor de een geldt dat je daar heel veel over wil praten. Maar het is ook prima als je dat niet zo hebt. En kijk dan wat bij jou past. Dat is heel erg belangrijk. Dat je ook momenten hebt, als je daar behoefte aan hebt, dat je stil bent en dat je op die manier kan verwerken wat er allemaal met jou en met je thuisfront is gebeurd. Maar Go, hoe is dat nu voor mensen die niet thuis een gezin hebben of een vaste partner? Waar halen die hun sociale steun vandaan? Ja, dat is een mooie vraag. Dat vraagt ook soms wat creativiteit. Het kan zijn inderdaad dat je een vriendenkring hebt met wie je afspraken kunt gaan maken om iets te gaan drinken of een telefoontje te plegen of in ieder geval de interactie daarin op te zoeken. Maar het kan ook zijn dat je ook gewoon nu wat meer behoefte hebt om alleen thuis te zijn. En dat is ook heel normaal. Niet iedereen is daar hetzelfde in. Dus als jij behoefte hebt om 's avonds alleen thuis te zitten en je voelt je daar prettig bij, dan is dat prima. Op het moment dat je denkt van nou, ik voel dat toch, het wringt, ik voel dat niet prettig en ik blijf maar in hetzelfde
kringetje ronddenken, ik blijf piekeren. Dan is het wel heel goed om te kijken wat zijn je eigen mogelijkheden om die sociale steun te gaan zoeken. En dat kan dus inderdaad zijn, zoals ik net al zei, met het gezin, met familie, met vrienden. Het kan ook zijn dat je daarvoor met je collega's over dingen kunt uitwisselen. Of misschien kan je met je collega's iets gaan doen. Zoek naar de mogelijkheden die voor jou passend zijn. Wat zie je vooral bij collega's of medewerkers waar het gaat om de werk-privé-balans? De werk-privé-balans, dat kan lastig zijn in deze tijd. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de thuiswerkers of ook naar mijn eigen werk, dan kan het zijn dat je allerlei meetings hebt online, kop koffie, je doet misschien even de was tussendoor, de kinderen opvangen. Dat kan dus voor iedereen verschillend zijn. Maar het loopt allemaal door elkaar heen. En dat kan voor de een juist energie geven, dat je dat prettig vindt, dat je gewoon inderdaad daar ook de tijd voor hebt. Voor de andere geeft dat heel veel frustratie, want het kan ook zo zijn dat je met heel veel dingen gefragmenteerd bezig bent en dat je daardoor je focus gaat verliezen. Als je natuurlijk online bezig bent en je gaat even wat opzoeken op internet, je gaat googlen, dan ben je zo weer een half uur verder. Dus dat kan zijn dat je dan 's avonds denkt van, hey, maar dit betekent dat ik toch niet datgene heb kunnen doen wat ik wilde doen. Dus dat kan frustratie geven. Dus ook dat is inderdaad weer, kijk wat voor jou gaat werken. En het is dan belangrijk om juist inderdaad die balans te kunnen houden, om ook echt die structuur op een dag aan te houden. Dus begin gewoon zoals je naar je werk wilde gaan, met een dagstart, met de planning die je gedaan hebt en hou daar ook aan vast. Dat kan heel erg handzaam zijn op het moment dat je je niet prettig voelt als de balans en de balans tussen werk en privé te veel door elkaar gaat lopen. Wat verder speelt, wat ook belangrijk kan zijn, dat als je als zorgprofessor heel moeilijk nog los kan komen van je werk, want alles is corona, alles gaat over de COVID-IC-patiënten. Als ik bijvoorbeeld terugkijk naar mijzelf, mijn achtergrond als IC-verpleegkundige, de hele wereld die sprak ineens over de IC en ook wat het betekende om IC-verpleegkundige te zijn. En dat kan, natuurlijk is dat bemoedigend en het is ook heel erg goed bedoeld, maar van de andere kant, je werk is ook wel je eigen wereld en dat kan wrevel oproepen op het moment dat iedereen en alles ineens COVID is. Dus het is ook goed om te realiseren dat dat loskomen van je werk en dat je daar inderdaad nu meer moeite voor moet doen, dat is belangrijk om dat te realiseren. Ik denk dat het belangrijk is als eerste tip, houd aandacht voor elkaar. Zorg inderdaad dat jij er bent voor je thuisfront. Erken dat er verschillende gevoelens kunnen zijn en zorg ook dat jouw thuisfront er voor jou kan zijn. Een andere belangrijke tip is toch echt blijf bewegen. Zorg goed voor jezelf, zorg goed voor je eigen fysiek en daar hoort bewegen, kan daar zeker bij horen. En als je het nou lastig vindt om 's avonds van die bank af te komen, zorg dan inderdaad dat je misschien een maatje hebt. Maak een afspraak met een vriend, een kennis of met je partner. Hang een briefje op de koelkast of schrijf iets in je agenda, maar zorg ook echt dat je dat gaat doen, want dat geeft jezelf namelijk een positief gevoel en een boost, waardoor je je vitaliteit echt kan bevorderen. Dus ik denk dat ook daar inderdaad heel belangrijk is om goed voor jezelf te kunnen zorgen. En als laatste tip heb ik, hou je structuur aan. En hoe je dat doet, kijk wat passend is bij jou, maar die structuur is ontzettend belangrijk om dat ook goed vorm te geven. En dat kost meer moeite in deze stressvolle COVID-tijd. Want gelukkig zijn we in de familie wel zo nuchter van dat alles in het leven doordraait. En dat je het met elkaar moet oppakken. En dat weglopen heeft geen zin. Dat als iedereen dat doet, dan komt het nooit goed. Wat ik Margot hoor zeggen is dat de eerste kring om je heen, dus je thuisfront of je beste vrienden of je familie, dat die heel erg belangrijk zijn in het reduceren van de stress en het omgaan met een zware periode zoals COVID dat voor ons allemaal is geweest en vast ook weer gaat worden. Dat thuisfront is heel belangrijk. Ik hoor haar ook zeggen dat het belangrijk is om het evenwicht te bewaren en dat betekent ook dat het thuis niet altijd over COVID moet zijn, omdat misschien je partner daar wel gek van wordt. Wat ik ook hoor zeggen door Margot is dat het belangrijk is om voor jezelf te blijven zorgen, om te blijven bewegen en structuur en ritme in de dag te houden. Ik hoop dat jullie aan haar tips allemaal wat hebben en dat het helpt om vitaal te blijven in deze periode, ook als er onverhoopt een nieuwe COVID-golf komt.